Welkom bij de 22e aflevering van de Lotgenoten Podcast. De podcast voor jou als je wil starten met ondernemen en op zoek bent naar praktische tips en tricks om jouw ondernemersavontuur af te trappen. Vandaag gaan we kijken naar dropshippen. Is het dead or alive? En wil je beginnen met ondernemen, maar je weet niet met wat? Dan geeft Jaro de beste tips hiervoor. I got you. Enjoy. Enjoy. Zou ik zeggen. Welkom Hallo. terug. Dit is uh, Jaro. Jaro is uh, eigenaar van de Good Cup. Toch? Ja, man. Ik wist niet dat je me zo ging introduceren. Maar... Ja, wel, man. Is leuk. Ik nou, ben Jaro, eigenaar van de Good Cup. Ik ga jou introduceren. Mag jij mij introduceren? Oké. Okay. Ja, dus, introduceer kort. Als je dus iemand anders introduceert, dat het meer uh, autoriteit oplevert. Ja, ja, oké. Okay. Maar laten we, want nu iedereen die ons niet kent en dit niet luistert, denkt echt: van, wie de fuck zijn deze raaskallen Oké, okay, nou, tegenover mij zit Jaro Knoppen, de eigenaar van de Good Cup, mede-eigenaar van de Lotgenoten Podcast. En fucking goed in video editen dus ik ben blij dat ik dat niet hoef te doen. Oké, okay, ja. Yeah. Nou, mooie introductie. Dat is het gewoon, <laughs> oké, <Okay>, ja. Nou, <laughs> ja, die nou, zei ik ooit, cool, toch? Ook fucking goed in video-editing, gewoon decent in video. Nee, we hebben gewoon het redelijk. Ik krijg het gewoon leuk geen voor... filmproducties, maar. Maar je krijgt er gewoon. Uh, je kan hier rente mee betalen inmiddels. Dus dat is mooi. Ja. Oké. Okay. Uh, tegenover me zit Koenstam. Eigenaar van Neuro. Mede-eigenaar van neurostudent Samen met een compagnon van hem. En daarnaast is hij. mede-eigenaar... Nou, eigenlijk geen mede-eigenaar. Maar mede-host van de Lotgenoten Podcast. Er is geen eigenaar van de Lotgenoten een... Podcast. Er is geen eigenaar, nee. Uh, daarnaast. Is hij erg goed met het brein? Hij weet fucking veel van het brein. <laughs> nadenken. Ja, ja, ik zat te denken, dat wil ik per se noemen. En een van de hardst werkende en positiefste mensen die ik ken. Ah, dat vind ik wel hard. Dat is een uh, inherente skill van Koen. Koen, ik ben. Uh, wil je. Ja, oké, okay, dit is gewoon een introductie oh, ja. doen. Ja, ja, nee, prima. Dus laten leuk. we dat doen, maar niet te lang, niet te lang. is prima. is prima. Doen de volgende podcast wel wat we gedaan hebben de afgelopen weken? Nee, ja, is goed. Uh, we gaan... We gaan nee, toch? Die gaan we namelijk gelijk hierna opnemen. Back to back. Ja, we toch? gaan wel uh, inderdaad wat meer tempo ja. opzetten. Dat is ook hartstikke leuk. Ja. Even lekker energie erop. Ja. En, uh, en in de intro hebben ze al te horen gekregen wat we gaan doen. Waarschijnlijk. Ja, waar het over ja. gaat wat de hoofdvragen zijn. Nou, wij ja. weten het nog niet. Ja. Super tof. Dus jij weet meer dan ons. En uh, ja, een uh, Q&A. Ja, precies. Dus wat wij vaak doen is op Instagram, op TikTok of aan de luisteraars op Spotify, op YouTube. Uh, vragen we gewoon van, hé, hey, hebben jullie nog vragen voor ondernemers die willen beginnen? Ja zoals ja, jij. Zoals... Jij wil ook beginnen, maar zoals... je denkt: wat moet ik doen? Hoe moet ik het? Dele doen? de persoon aan tafel. Wij gaan je daarbij helpen. Waarom? Nou, Want wij nee. waren dat persoon ook nog twee drie jaartjes geleden. Die zat van: what the fuck? What the fuck? En koff, koff. Ik zit nu ook met heel veel mensen omheen me die ook okay hier doen. Wat the fuck? Eerste keer dat jij je KVK zei tegen mij, ik ook, what the fuck is KVK? Ja, dat ik heb als ik ook vergelijk idee. wat ik nu doe, vergeleken met hoe ik het toen doe, en als ik weer spreek met die mensen, uh, weet je, wat die bij mij in die groepen zitten van, van jonge beginnende ondernemers. Ah, ja. We've come a long way. Je, nou, bent, je hebt een hoop, hoop geleerd. Er is nog een hoop te leren, maar je hebt al echt een heleboel geleerd. Wat voor jou heel nuttig kan zijn. Dus vandaar dat jij hier bent. Yes. Nou, het eerste vond deze wel leuk. Hoe heet jullie podcast en waar ik kan ik hem vinden? <laughs> Oké. Okay. Wie vroeg dat? Dat vroeg uh, Troy Oké. Okay. Troy G. Welkom. Als het goed is, hebben wij jou goed uitgelegd waar je het kan vinden en heb jij ons nu gevonden? En we gaan je ja, Je kan ons vinden uh, op Spotify, Apple Music, Apple Podcast, YouTube. En verder maken wij ook veel content voor Instagram, TikTok en hebben we tegenwoordig een maillijst. Ga naar de lotgenoten.nl. Oh ja. Dan kan je je gratis inschrijven voor de ex so, exclusieve Lotgenoot Community. En daar delen we eigenlijk allemaal dingen die niet in onze podcast of in onze uh, uh, socials voorkomen. En dat is veel persoonlijker, uh, veel meer gericht op jou, echt persoonlijk helpen met vragen en dingen waarmee je zit. Ja, en exclusive. dat is nu gratis, ja. een exclusieve community. Dus uh, ja, ga naar lotgenoten.nl, voer je e-mail in. En uh, ja, dan ben je gewoon ook one of the guys of the girls. Nice man. Dus ja. Daar kan je ons vinden. Doe dat, doe dat. <laughs> nou, dit is ook weer een video, kunnen we kort maken en dan op TikTok plaatsen, kunnen we op hem reageren. Ja, weet. precies, zoiets inderdaad. Nou, dat was een leuke introductievraag, hè, Oeh. Um, Oh ja. Oh, wacht. Even uh, random tussendoor. Ik pak even een, een papiertje erbij. Want jij wilt iets opschrijven. Ja, ik wil gewoon even. Uh, weet je toch? Dingen die we bespreken die we dan nog kunnen doen. De eerste vraag waar we mee gaan beginnen. tijd, toch? Trojte. Waar is de podcast? Dit is echt on the fly voor iedereen die luistert. Zullen okay. ja. we het eens Nee, nee, nee. Jawel. Oké. Okay. Okay. <laughs> Vertel, wat is die vraag die wij hebben? Dan hebben we een vraag van Dijkstraan. Hij of zij zegt. Ik weet dus niet of het hij of zij is. Het mag niet uit. Um, ik wil heel lang. Heel, oh wow, ik wil heel graag een eigen bedrijf. Al oh, heel lang. Maar ik weet niet met wat. Kunnen jullie, jullie mij helpen? Uh, en ik weet dat Jaro. Ik vond dit wel leuk. Um, Jaro weet heel goed uh, hoe jij erachter kan komen met wat jij uh, kan starten. Toch? Je hebt, daar, je hebt daar een techniek voor. Ik heb daar wel een techniek voor, wat je sowieso kan doen, inderdaad. Nou, eigenlijk Toch? het eerste wat ja. ik zou willen zeggen is: ga bij jezelf te raden. En of, wat je wat of je wil een band Wat betekent dat? Nou ja, kijk. Je hoeft niet nu al te weten of je de rest van je leven wilt ondernemen. Dus ga sowieso ondernemen. Ga het gewoon ontdekken, weet je. Je kan niet weten of je voetballen leuk vindt als je nooit gaat voetballen. Je gaat voetballen en dan kom je erachter of je het wel of niet leuk vindt. En hetzelfde geldt voor ondernemen. Het is inderdaad best wel lastig. Tegenwoordig word je helemaal doodgegooid met... Uh... Bol.com verkopen en je kan op Amazon verkopen en je kan uh, een dropship business starten. En dan kan je high-ticket, low-ticket dropshipping. Maar je kan ook uh, valuta's handelen, Forex trading zoals dat heet. Mm -hmm. um, en dat is eigenlijk allemaal heel erg gericht op: van, ja wil jij ondernemen, snel geld verdienen, dit en dat? En dat is natuurlijk super leuk en dat werkt voor sommige mensen super goed. Ik denk dat het langer leuk blijft en uiteindelijk ook meer geld opbrengt als je iets doet wat je leuk vindt en dan gaat kijken hoe je daar geld mee kan verdienen. En dat kan best een zoektocht zijn. En nou, wat, wat ik daar als tip vaak aan geef aan mensen die dit luid, vragen aan mij in mijn DM of in het echt, is begin nou eens met zet een timer voor 30 minuten. En 30 minuten voelt lang. En leg alles weg, je telefoon, pak pen en papier. En ga gewoon alles opschrijven wat jij interessant vindt. Al is het maar een, een klein beetje al interessant, al is het maar een film, al is het een, een nummer een, wat jij heel leuk vindt, mm -hmm. uh, een sport. Een persoon waarin je opkijkt, gewoon alles in je leven waar jij, als je dat hoort of ziet, dat geeft je energie. Daar word je blij van, daar word je geïnspireerd. Of, of energie, dat wil je graag iets mee doen. Nou, dan heb je een hele lijst met dingen die jou dus blijkbaar boeien op een bepaalde manier. Vervolgens kan je er dan een ander papier bij pakken. En dan kun je research gaan doen van: oké, okay, schrijf nou eens 10 businessmodellen of manieren van zaken doen die er zijn. Dus je kan uh, bijvoorbeeld opschrijven: een webshop, een fysieke winkel, een restaurant, een YouTube-kanaal, een blog. Uh, wat kan je nog meer doen? Uh, coaching, een online cursus. Uh, wat kan je nog meer? Consultancy. Nou ja, je kan allerlei dingen doen waar je, zeg maar, als het ware geld mee kan verdienen. En dat kan je zelf ook verzinnen. Het is meer van. Ja, ook je neemt gewoon de standaard beeld. dingen die er, die er een beetje zijn. Zee, misschien standaard beetje, dingen, misschien, misschien wat je vader weer doet. Weer um, dat schrijf je vervolgens op, dan heb je 10 dingen. En ga nou eens kijken. Zet weer een timer voor 30 minuten. En ga kleine conceptjes brainstormen. Het hoeft niet helemaal uitgedacht te zijn, maar stel je voor: jij hebt staan voetbal en consultancy of online cursus. Mm -hmm. Hmm. Ik zou een online cursus kunnen beginnen waar mensen voor 10 euro per maand. Elke week een nieuw trucje van mij leren. Waar ik helemaal in ga op waar komt het trucje vandaan. Hoe doe je het trucje? En een paar laatste tips van hoe kan dit trucje gebruikt worden bijvoorbeeld op het veld, om echt betere voetballer te worden. Ja, is leuk. Klein ideetje, schrijf je op. Vind je dat lijkt je wel tof om te doen? Volgende idee. Je hebt ook uh, een ongelofelijke passie voor uh, Call of Duty. Want je vindt gamen leuk, je speelt vaak Warzone. Uh, dan ga je kijken. Uh, zie je, hmm, wat zou nou kunnen. Oh, ik zie uh, nou zeg, dropshipping staan. Hmm, zou ik niet een webwinkel kunnen beginnen met dingen die bijvoorbeeld mensen uh, het spelen van Warzone leuker maken of hun beter maken? Nou, ah, wat kan je dan verkopen? Een grip voor je controllers, dat je niet als je zweterige handen hebt, omdat je clutch bent en je bent de laatste persoon of als je in de gulag zit, dat je, hand, dat je controle uit je klauwen glipt. Weet je wel? Uh, misschien kan je ook uh, een bepaalde pre-workout die mensen als ze gamen wat energieker maakt. Dat soort dingen, snap je? Kan je opschrijven. En zo kun je maar dingetjes op blijven schrijven. Dat is nou, dat, wel vet man. Een soort van pre-workout om je fit te maken voor het game. Ja, dat bestaat man. Een groot Amerikaans merk, G-Fuel heet dat. Ja? Ja man. Hey. Ja, jammer man. Ja, het feit dat het bestaat, betekent niet dat jij het niet ook kan proberen. Nee, tuurlijk. Nou, het is je wel, kan uh, gewoon op de Nederlandse markt targeten. Mm, mm. Nederland, België, Duitsland, weet je wel, zijn gigantische mm. markten. En dan kan je gewoon gewoon ook op dan dag zo reageren op de roadmap. Ah, jammer. Terwijl eigenlijk. Dat is altijd ruimte. Ja, en is dat is dus mijn het mijn volgende man. ding ook. Nou ja, dan heb je dus allemaal conceptjes van dingen die je kan doen en ik denk dat er dan wel één bij gaat zitten of twee waarvan je echt een beetje dat warme gevoel krijgt van wow, dit zou best wel eens een vet ding kunnen zijn en je ziet het al een beetje voor je. Wat je dan doet is je pakt dat en je schrijft op een papier en ik ga nu het hele stappenplan langs en uh, als je dit stappenplan nou echt uitgeschreven wil, ga dan naar de lotgenotenpodcast.nl, schrijf je in, want dit, zijn, dit soort dingen zullen wij in e book zetten en checklist zodat je dit echt stap voor stap door kan lopen, maar we spreken het nu gewoon even door. Bedenk dit ook een beetje on the fly. En wat je dan doet, is je pakt een ander papier. Dus je hebt nu eigenlijk al je derde papier. Je moeder gaat boos worden dat je al die A4'tjes hebt. <laughs> en je zet rechtsbovenin het, het einddoel. En dat kan zo groot zijn als je wil. Als jij zegt van ik wil dat er 10.000 mensen zijn... die geen zweterige handen meer hebben tijdens het gamen... of in ieder geval geen uitgeleidende controle's meer hebben tijdens het gamen. Oké, okay, mm. dat is je einddoel. Dan ga je stap voor stap terug... Denken naar het moment waar je nu bent. Dus wat moet je doen om, om, dat noem je een roadmap. Wat moet je doen om daar te komen? Nou, de laatste stap die je hebt is: um, je moet um, een grote advertentie hebben die goed loopt, bijvoorbeeld op Facebook, die veel mensen bereikt, die dagelijks ja. uh, weet ik veel, 50 sales maakt. Maar daarnaast moet je bijvoorbeeld ook vijf fysieke retailers hebben die het in een winkel verkopen, bijvoorbeeld de Game Mania of zo, weet ik veel. Dat, maar dat zijn nog steeds verre stappen. Dan ga je één stapje terug. Oké, okay, wat moet je daarvoor dan doen? En zo ga je langzaam terug, weet je Oké, okay, ik moet blijkbaar uh, een webshop hebben. Oké, okay, hoe ga ik een webshop maken? Oké, okay, dat kan bijvoorbeeld via Shopify. Ah, oké, okay, hoe ga ik shoppen? Ik ga research doen hoe ik Shopify doe. Hoe doe ik research? Oké, okay, ik ga een expert zoeken. En zo zie je dat er eigenlijk een soort van ruwe roadmap... dus kaart ontstaat... Mm -hmm. van hoe jij bij dat einddoel komt. En dat hoeft niet perfect te zijn, vooral niet. Zorg vooral dat je hem gewoon ingevuld hebt. En dat het er is. En dan is het gewoon heel simpel... Zet die eerste stap. Dus jouw eerste stap is misschien. Ga eens goed lezen over Shopify. Ga eens dat eerste persoon op Instagram waarvan je weet. Want nou ja, dat is volgens mij een vriend van een vriend. En hij doet volgens mij wel wat mee. Mm. Stuur hem een berichtje en vraag: joh, mag ik jou tracteren op koffie? En een beetje over lullen, want ik wil dat misschien ook wel gaan doen. Dat zijn die kleine eerste stapjes. die je als, als 12, 13, 18, 26-jarige kan maken. om te beginnen met dat ondernemersavontuur. En het hoeft nou ook niet perfect te zijn. Misschien mislukt het wel, maar je gaat een heleboel leren. Je gaat erachter komen of ondernemen wat voor jou is. En je gaat gewoon een hele leuke tijd hebben. Ja. En soms ook een minder leuke tijd. Maar dat maakt het uiteindelijk ook weer leuk. En dat ik wil nog een beetje één ding aanvullen met de roadmap. Ja. En dat uh, het vette daaraan is waarom je bij het eind moet beginnen en dan naar het begin moet toewerken, ja. is alsof vroeger had je ook wel eens in krantjes, ik denk nog steeds wel, maar ik lees geen kranten meer. Mm -hmm. en had je altijd zo'n doorhof met zo'n vlag in het midden. Yeah. Je moest dan lijntjes gaan tekenen om dan tot het midden te komen. Maar dat was altijd de makkelijkste manier om te kijken wat de snelste weg was. Was beginnen bij de vlag en dan terug tekenen. Want dan had je gelijk de route dat zo snel mogelijk naar het begin, uh, beginpunt toe ging leiden. Yeah. En dat is de roadmap eigenlijk ook: je neemt de snelste weg naar je einddoel toe. Als jij bij het begin begint, maar je, hebt, je weet eigenlijk ook niet welke stap je precies moet nemen, weet je nooit helemaal 100%, hè? dat kan nog aanpassen. Nee. Maar dan kan het, kan het zijn dat je in plaats van uh, 10 kilometer lopen, dat je er 20 kilometer over doet. Ja. En dat zou zonde zijn, want dat kan kunnen extra kosten zijn, extra maanden, misschien uh, extra ja, dat in de operatie. Want dat. Ik denk wel dat het belangrijk is dat je daar op een gegeven moment ook wel voor open staat. Dat het fout kan gaan. Ja, en dat is ook niet erg, want het gaat niet fout. Je leert iets. Dat is, echt, dat is ook een mindset stukje dat je gewoon moet gaan leren. Ja, ja. Maar je wil het zo laagdrempelig mogelijk maken voor jezelf. Want het lijkt vaak heel eng en groot, weet je wel. Van, oh, ik ga een onderneming beginnen, weet je wel. Wat heel veel gewicht. Maar eigenlijk, net als wij met de podcast gedaan hebben. We begonnen gewoon letterlijk, het eerste wat we deden. Ik stuurde mijn pa een bericht van, yo pap, jij hebt toch een soort van microfoon ding. Kunnen we dat een keertje lenen? Ja, cool man. Hey, uh, Koen, hoe uh, start je een podcast? Even gegoogeld. Houd start podcast. zag gewoon een programmaatje. Oh, dat kan blijkbaar via daar. Dan kan je het gewoon op uh, Spotify en op YouTube knallen. Ja, gaan we dat doen? Willen we daarvoor betalen? Allebei ja, uh, een per maand. 10 per, per maand. Ja, weet je, misschien start ben je het super jong. hobby, snap je? Juist, ja, nou, oké, okay. dan heb je dus voor 10 euro per maand kan jij uh, een podcast gaan opnemen en gaan kijken of je het wat vindt. Ja. En dat leidt tot waar we nu zijn. Zijn we nu waar we willen zijn? Nee. Maar we hebben wel beeld. 20.000 volgers op TikTok. Uh, allerlei mensen die geïnspireerd raken door de dingen die we doen. Ik zie dat mensen zich echt geholpen voelen erdoor. Dus dat... ja, we worden gewoon herkend. Dat is ook gewoon fucking mensen die he? ons random herkennen, inderdaad. Van jij bent die guy van TikTok. Of mensen berichten sturen van: hé, hey, ik zag je op TikTok. Wat de fuck doe je daar? Bla bla. bla. Maar dat is hartstikke leuk, inderdaad. Ja, en... en dat is dus letterlijk, zeg maar, om dat te laten zien. Dat je dus niet met al die, die, die grote obstakels in je hoofd moet beginnen. Weet je wel. Dat is begonnen met een tientje per maand wat maandelijks of zegbaar is. Dus dat kan je twee hmm. maanden doen. Dan, dus voor 20 euro... kan jij je droom... in principe beginnen aan je droom waarheid maken. Ja, en wij hebben ook tegen doen. elkaar gezegd... van oké... Okay, we vinden het leuk om... ons ondernemen vast te leggen. Hè, in een podcast. Dat was het eh, begin idee. Nou, nu ja. zijn we uiteindelijk... is dat ook veranderd. Hè? Dus over tijd leer je ook graag... wat, uh, wat de luisteraars willen... en pas je daaraan uh, aan andere kant zeiden we ook in het begin van ja, wie weet vinden wij het over zes weken helemaal niet meer leuk. Nee. Misschien over twee maanden uh, zijn we elkaar zo zat, irriteren we ook elkaar zo erg. Dat je er geen zin meer in hebt. Dat we er geen zin meer in hebben. Maar dat kan dan. Dat kan, want je zegt gewoon van nou, het is maandelijks opzegbaar. En je begint gewoon best wel klein. Dus je maakt zo min mogelijk kosten en je begint gewoon. En dan ga je merken van vind ik het überhaupt wel leuk. Ja. En we hebben ook tegen elkaar gezegd: van, Nou, als we het echt niet, als, we even, als we het even tegen zit, dan hebben we altijd twee weken bedenktijd. Ja. Zodat je je emoties niet te snel laat beïnvloeden. Ja. Maar ik denk dat het starten van de podcast in het begin, zo, omdat we het ook zo makkelijk maakten voor onszelf, heeft uiteindelijk ook naartoe geleid dat we hier een kantoor hebben. Ja, klopt. Dat heeft er wel bij. Dit heeft sowieso best wel veel dingen in mijn leven. toch? Toch, toch wel deuren, soort van geopend of zo. Je creëert ook een visitekaartje. En, en het is gewoon wel. Uh... Ik denk dat oprecht dat we gewoon onderweg zijn naar de grootste Nederlandse podcast. Voor Nederland en België. Voor mensen die willen beginnen met ondernemen. Daar wordt niet mm -hmm. veel over gepraat. Er wordt altijd gepraat van: wat kun je doen als je al bezig bent? Als je succesvol bent. Succesvol de Maar wat is nou die eerste stap? Weet je, hoe vaak ja. zit je wel niet van: ja, ik wil succesvol zijn. Maar ik weet gewoon niet waarin. Mm -hmm. ja. Daar was ik ook heel lang. Wat de fuck wil ik doen? Weet je wel, van hoe. Mm -hmm. En die vraag blijft. Mm -hmm. want, want het project is ook niet voor eeuwig. Dus wat je nu leuk vindt, vind je misschien niet. Weet je, wil je, misschien over twee jaar of drie jaar wil je wat anders doen. Ja, of over tien jaar, ik hoop het. En dat zie je ook vaak hoor, aan mensen die ergens enorm succesvol worden en zeggen: Van ja, ik ben nu tien jaar lang producent geweest. Uitgespeeld. Ik heb het uitgespeeld, ik wil nu wel wat anders doen. Precies. Oh, en sommigen ik... niet, ja, Ik kan de universiteit beginnen. Hoe ziek is dat? Like ja. Oké, okay, dat is wel wat grote verhaal natuurlijk. Ja. Ja, die mensen hebben wel echt wel wat bereikt. Maar ik denk inderdaad, maak het druk zo laag mogelijk, uh, laagdrempelig uh, voor jezelf. Ja. Begin gewoon. En dan zie je op een gegeven moment wel of je het leuk vindt of niet. Ja. Dan kan je het weer iets serieus aanpakken, wat groot aanpakken. En met serieus bedoel ik dat je wat meer over gaat nadenken. Ja. En hoe heette deze persoon? Nog even terugkomend op wat zijn vraag nou exact was. Zal ik dat nog een keer echt bij oh ja. de camera beantwoorden? Dijkstraan, uh, ik wil heel graag een eigen bedrijf, al heel lang, maar ik weet niet met wat. Dijkstraan, we hebben net in de podcast zijn we diep ingegaan op de vraag die jij ons gesteld hebt. En ik wil je daarnaast ook voorstellen, als je dat geluisterd hebt, uh, stuur ons dan het codewoord dat we straks zeggen na deze TikTok. Uh, dan kunnen we even een belletje inplannen. Dan bel je met mij, Koen of met ons allebei. En dan gaan we gewoon een keertje wat dieper erop in. Dan willen we jou echt wel even helpen om die eerste stap te zetten. Top. Dat kunnen we als TikTok zo erin uh, en dan halen en dan ziet hij dat vast wel. En dan, uh... Superleuk, man. En het codewoord, want dat zit niet in de TikTok nu, dus dan weet hij dat hij het echt geluisterd heeft, uh, is aubergine. Aubergine. Weet niet waarom, man. Rare gedachte. <laughs> dat is ook weer die, mee, die, die emoji. Het uh, suyagra-principe. Dat vandaan. zal het zijn, het suyagra-principe, <laughs> ja. dat weer... Uh... <laughs> Oké, okay, voor de mensen die niet weten wat het verjagerprincipe is, volg ons op TikTok. Maar ja, we leggen het ook nog eventjes uit. Wat is het verjagerprincipe ook weer? Nee joh, dat moeten ze lekker op TikTok checken. Daar gaan we niet nu op in. We gaan lekker naar de volgende vraag. We zijn een vet lang aan het lezen. Ik kort het kort uitpikken. Nee hoezo, dat, als ze dat willen zien. Dat is uh, heel, bijna een minuut lang uitgelegd op TikTok. dat ja, gaan we erbij. Hoe lang zijn we bezig nu? 21 minuutjes zijn ah, wij nu aan het kletsen, betsen. Dus dat gaat al aardig snel. Daarom zeg ik. Vraag je eruit. Yes. Um, wat was die andere vraag? Er zit wel een denk. paar minuutjes onzin bij je, trouwens. <laughs> Onzijn mm -hmm. aan het begin. Even kijken. Uh, je noemde het net al. Je had het over uh, snel geld verdienen. Ja. Zeg de naam er ook even bij. Het is ook iets uh, wat wij uh, vaker uh, laten terugkomen uh, in de podcast. Ja. Dat uh, heel vaak wordt een beetje... Laten zien aan de buitenwereld dat, dat je snel geld kan verdienen om maar iets te doen. En ja, dat je ook een dan een succesvol ondernemer bent als dus je snel hmm. geld pakt. En zo. Ja, maar het is vaak gewoon een skill dat je moet ontwikkelen. En ja. dus dit voelt bij jou, hè, wat je net zei. Zo Wacht van... even. Wil je de vraag eerst stellen? Want ik, ik weet nu niet wat. Nee. Oké. Okay. Maar Nee, <laughs> nee maar het gaat verder. Okay, wat jij net ook al zei, ja. van als jij ook eens een skill gaat ontwikkelen dat niet op school wordt geleerd. Maar dat op de markt wel, waar heel vaak naar wordt gevraagd. Mm -hmm. dan zie je dat je al best wel leuk kan verdienen binnen een korte tijd. En een korte tijd is niet één maand. Nee, maar dat als je dat binnen één of twee jaar kan doen. dan is dat zeker te realiseren. En zelfs vanaf. Op dat moment kan je het opbouwen. Ja, en dat, is dat komt een... nu dus bij de vraag. Oké, okay, ja, ik wil eigenlijk een korte tip geven. Mag ik die snel geven? Even buiten dit om waar ik net okay. aan denk. Uh, voor alle jonge ondernemers en mensen die willen beginnen met ondernemen... maar zitten van, ja, maar ik heb geen kapitaal te beginnen met ondernemen. Uh, dat kan soms het geval zijn als je bijvoorbeeld een product wil maken. Ja. Um, ga dan een skill ontwikkelen. Ga bijvoorbeeld leren hoe je moet video-editen of foto's moet editen. Want dit soort skills kun je verkopen aan andere ondernemers en bedrijven... Voor uh, 10 tot, tot 30 of 40 euro per uur. En als jij 13, 14, 15, 18 bent, is dat een hoop geld. En dat is goed verdiend. En een nuttige skill. Dus ga een skill ontwikkelen die je kan verkopen om een startkapitaal op te bouwen. Doei. Bij beter dan uh, als je werkt bij de Appie. Ja, echt. Ik, dat is de nummer 1 tip. Ik zei altijd van ja, ga een salesbaantje doen als je jong bent. En ik denk nog steeds dat dat ook interessant is om dat een jaartje te doen of zo. Ik, uh... Om het te ervaren, ja. Ja, man, en, Zeker, en om man. gewoon dat praten en zo een beetje te leren. En dan, in principe zeg maar. Ja, en om dan ook een beetje hard te worden en tegen ja, te gaan. Ja, precies. Kunnen, en... Maar ik denk dat het als jong kind heel goed is om. Uh... Ik ga mijn kind ook behelpen. Gewoon om met z'n twaalf te kijken van, yo, wat kunnen we zien dat er een soort van in vraag is. Waar kun je een beetje in ontwikkelen? Want als je een kind van 12 nu. Video-editing, foto-editing, webshops laten bouwen, mm -hmm. uh, logo-ontwerpen. Dat zijn allemaal dingen waar gewoon fucking veel vraag naar is. En het is leuk om te doen. Exact, het is best wel leuk of creatief. Vind gewoon niet wat je leuk En als je dat als bijkbaan kan doen, weet je, zes uurtjes voor twee tientjes per uur, verdien je fucking veel geld. Als een jong kind, want wat verdien je juist dertienjarigen bij de plus? Fucking vier euro of zo. Dat is echt weinig hè? Ja, echt weinig. Dus je moet dan vier uur werken. Mag niet eens. <laughs> Je mag maximaal voor oh, ja. twee of drie uur werken. Ja, je mag niet eens lang werken. Dus, zo, dus je verdient zo, op, werk, jaar, op, op maandbasis euro. als je echt strijdt, verdien je 100 euro. Ja, ja. Daar, als je vijf uurtjes werkt, dan verdien je misschien 100 euro per week. Mm -hmm. 400 euro per maand. Weet je hoeveel geld dat was voor mij als ik jongboy was? Ja, soms is veel geld. 400 euro heb ik gekocht, hè? Gucci Pet? Ja, jij wel. Nee, man. Op die leeftijd? Gucci Tas. Leuftasje. <laughs> <laughs> het ergste is dat ik soms die tasje nog wel vreed vind ook. Ik dus kom ik helemaal niet bij de vraag. Hou wel kort en bondig, want we hebben het al vaak besproken. Okay, maar de ja. vraag is van chip-chip-o, dead or alive. Oeh. Pam-pam-pam. Maar bedenk ook dus wat ik net heb gezegd. Bijvoorbeeld um, een skill ontwikkelen. Dat niet veel mensen ontwikkelen en dat, dat je daar bijvoorbeeld okay. geld mee kan verdienen. Dropshippen dead or alive. De eerste nuance die ik wil toebrengen bij dropshippen. Misschien ga ik dit wel ook even echt tekenen als een TikTok. Of zal ik het gewoon wel opnemen als een TikTok? Dat moet jij straks maar even bepalen. Dan doe ik straks nog een korte recap. Kijk, dropshippen wordt nu heel veel gezien als hetgeen dat uh, een Joshua Kaats of een, een, een... Ja, wat heb je allemaal? Je hebt verschillende van die gasten die dat leren. Um, alsof het zo is van: oké, okay, je pakt iets van AliExpress, dat verkoop je uh, uh, veel duurder op je website. En daar zit een levertijd van een maand op. En dat is dropshippen. Mm -hmm. Maar dropshippen bestaat al jaren. Al jaren, al weet ik van 10, 20, misschien wel langer. Mm -hmm. 20 is misschien een beetje overdreven, maar al langer. Want het is eigenlijk: er is een producent van een product. Of een leverancier. En die heeft dat liggen in zijn opslag. Dan heb jij een webshop. En jij hebt die inventaris niet bij jou thuis of op kantoor liggen. Jij bouwt die webshop en iemand komt, een klant komt bij jouw webshop en koopt iets. Vervolgens verstuurt die leverancier het product een direct beetje... naar de klant. Ja, ik zat het ook even voor mezelf te visualiseren. Ja. Verstuurt het direct naar de klant. Waardoor het dus eigenlijk niet langs jou gaat. Maar dat, die leverancier, je hebt grote bedrijven als Coolblue, die doen dat ook. Maar die doen dat bijvoorbeeld met een leverancier als, uh, weet ik veel, uh, Samsung, snap je? Samsung verstuurt direct vanuit een van hun grote opslagplaatsen naar de klant. Dat is ook dropshipping. Nou, en is dat dood? Hell no. Het is een fucking handig businessmodel. Goed businessmodel. Ook omdat het inderdaad zorgt dat jij je kosten laag kan houden. Dus je kan een betere prijs bieden, je kan sneller werken. Je loopt minder risico door de grote inventaris die je koopt. Maar AliExpress dropshippen ja daar kan je nu zeker nog wel geld mee verdienen uh, op korte termijn. ik vind wel vaak dat er dan heel slechte klantenservice bij wordt geleverd, waardoor er eigenlijk gewoon heel veel klanten genaaid worden. en ik vind dat ja, als, en als, je als je eigen dropship uh, betreft, ja. ja. en als je zeg maar, als je als ondernemer klanten naait, ja dan vind ik niet, ik vind niet dat je dan goed bezig bent, want dan bouw je sowieso niet iets voor de lange termijn op. en als je echt geld wilt verdienen, moet je het langetermijn termijn richten denk ik. dus met dropshippen is het wel zo dat je geven je dan klantenservice of geef je geen klantenservice. Hoe bedoel je? Dat is voor sommige mensen die willen beginnen met ondernemen. Oh, zo. Ja, je moet, maar je moet klantenservice geven. Want, want mensen hun geld niet teruggeven. Zo. Dat is in principe gewoon strafbaar. Het feit is alleen dat er nooit iemand echt voor gepakt wordt. Of, of alleen als het heel erg uit de klauwen loopt. Mm -hmm. Maar dat is gewoon niet... Dat is geen ondernemer. Dat is gewoon mensen oplichten. Nee, maar het is dus inderdaad... Je verkoopt een product. En daarmee heb je ook gewoon communicatie nog met jouw klant... En yes. Dat is de klantenservice en je zorgt gewoon dat jouw klant tevreden is met jouw product. Precies, en mensen wat je dus zijn ook... nu heel erg ziet is dat heel veel dropshippers, uh, nou niet heel veel, dat weet ik niet, ik heb niet de kennis, maar wat wel ik wel jou weet. In ieder geval wat ik zie wel veel. Precies, dat ze gewoon die klantenservice helemaal skippen, mensen hun geld niet teruggeven en daar gewoon volledig scheid aan hebben. Terwijl ja. ze wel alsnog uh, tonnen, op, uh, tonnen per maand kunnen omzetten of over maanden ja. gezien. En dat is jammer, want dat is. Daardoor krijgen mensen ook een verkeerd beeld van dropshippers. Ja. En gewoon van online business aan zich. Als jij drie keer opgelegd bent door een webshop, ga je bij geen enkele webshop meer bestellen. Nee. Dat, dat dan allemaal oplichters zijn. Dus dan verneuk je het ook voor jezelf en iedereen om je heen. Maar daarbij komt ook dat ik. Kijk, mensen zijn ook niet gek. Al die producten van Aliexpress wordt steeds bekender, weet je wel. Dat, dat gaat op een gegeven moment aflopen. En, en dingen als branding en zo, dat is gewoon dat zijn veel grotere dingen. Maar. Dus. Dropshippen kan zeker. Uh, je hebt nu high-ticket dropshipping met bijvoorbeeld Nederlandse of Europese leveranciers. Weet je. Ga je daar vooral in verdiepen, super interessant. Uh, maar ik denk dat het ook heel erg loont om gewoon een eigen product te ontwikkelen en te importeren. En dat kan gewoon zijn een product dat je super tof vindt, wat je gaat inkopen, waar je je eigen merk omheen gaat bouwen. Weet je. Dat kan echt. Maar puur vanaf AliExpress dropshippen, ja, ik zou dat niet aanraden om dat nog te gaan doen. Nee. Kan wel, je kan een cashflow mee opbouwen en uh, er zit echt wel nog wel potentie in. Mm -hmm. Maar ik denk dat het over een jaar of twee dat het niks meer is. Is het, uh, en dan eindigen we daar ook mee, is dropshippen niet een beginstap naar een volgende fase in jouw ontwikkeling als ondernemer? Want dropshippen is misschien het makkelijkst. Hè? Je bent gewoon degene die het product verplaatst van de ene, naar de, naar de andere kant. Ja. Um, en dat is op een gegeven moment als je ziet: hé, hey, oké, okay, ik heb dit te pakken. Dat je dan ook zegt: van oké, okay, dan ga ik serieus aanslag met klantenservice. Dan ga ik zorgen nee, dat de leeftijd nee. minder wordt en nee. het product in Nederland komt te liggen. Nee, nee, dat dan ene... ga ik zorgen dat de webshop beter eruit ziet. Zulke, pak, uh, zulke stappen eigenlijk om een complete ondernemer te worden. Ja, nou en kijk, er is goederen. één ding wat heel belangrijk is: wat het, klantenservice is niet iets waarvan je, daar kan je niet op een gegeven moment mee beginnen. Dan begin je al van mee. dag één dat jij online bent als bedrijf heb je klantenservice, want jij hebt klanten die jij te woord moet staan en waar jij gewoon ver mee moet communiceren. Mm -hmm, mm -hmm. Dus klantenservice is niet iets van ja daar, dat ga ik binnenkort doen. Nee, dat doe je vanaf het begin. En maar de rest wat je wel. zegt is helemaal waar. Kijk, dropshipping kan wel een soort van eerste stap zijn om wat ik zeg, cashflow op te bouwen, kennis op te doen, mm. uh, uh, in dat te beginnen met het bouwen van een merk. Dat Kan echt wel. Maar ga dan gewoon beter. ...erop in en uitzoeken dan gewoon van oh productje van AliExpress, Bam kan het erop product nooit gezien de levertijden weet ik eigenlijk niet eens zo goed ik weet niet eens of mijn leverancier echt goed is weet je wel gewoon de basic shit ja dat is gewoon shit man dat moet je gewoon niet doen en dat zie ik nog iets te vaak gebeuren dus ga begin wel klein dus ik kan wel met dropship beginnen um, maar zodra jij ook wel en maar ja maar dan doe dan, dan wel verstandig ja maar doe dan ook probeer dan dropshippen te doen met nederlandse leveranciers europese leveranciers Ga print on demand doen. Maak een origineel product. Mm. Doe iets wat net wat origineler is dan gewoon productjes knallen van AliExpress. Wat het ook nog kan en daar kun je echt wel veel geld mee verdienen. Maar het, mijn voorkeur heeft het niet. En als je op lange termijn echt een business wil bouwen, weet ik niet. En denk ik persoonlijk niet dat dat de way to go is. Nee. Oké. Okay. Nou prima. Dat is het. Dus, Chip Chippo. Dropshippen Dead or Alive. Het is Alive. Maar voor lang weten we het niet. Maar het is wel een mooie opstap. Uh, als je wil beginnen met ondernemen, het is een mooi begin. En dan kun je daarna kun je het verder uitbouwen. Dus dan gaan we het ook iets. Op. Ja. Nou, helemaal mooi. Ik denk dat we ook hiermee onze uh, podcast aflevering kunnen beëindigen. Hoe, wat vond je ervan uh, vandaag? Ik uh, vond het wel uh, leuk om uh, vragen te beantwoorden van mensen. Ja, ja, of ja of mensen dat ze er wat aan hebben. Ja. Mensen regelen Ja. Mensen willen dit vaker zien. Ik vind dat wel grappig. Ja, dus dat is leuk. Dus. wat Hopelijk iets waar je wat aan hebt. Ja. Dus check ons op alle social media: op TikTok, Instagram, LinkedIn ook, YouTube, Spotify. En ja, wat hebben we nou nog meer? Het allerbelangrijkste is. De D-E-L-O-T-G-E-N-O-T-E-N, P-O-D-C-A-S-T.nl. En daar. Kan je je invullen en gratis opgeven voor de exclusieve Lotgenoten community. Waar jij wekelijks content, tips, informatie en gesprekken met ons ontvangt. Die je nergens anders gaat vinden of krijgen. Dus meld je daar vooral aan. Dan spreken we je daar. En uh, ja, voor de rest tot volgende week. En we zeggen altijd... gurus, wij zijn Lotgenoten. Lotgenoten. Peace. Doeg.